Het was een enorm ambitieuze doelstelling die we geformuleerd hebben op onze eerste lijns gezondheidsconferentie van enige tijd geleden. De overtuiging dat als we willen gaan voor een sterke eerste lijn, we Vlaanderen moeten indelen in eerste lijns zones. Zones waarin samenwerking tussen de gezondheidszorgverstrekkers, de welzijnsactoren en de lokale besturen zich kan concretiseren. En het niveau waarop wij ook vanuit de Vlaamse overheid onze ondersteuning kunnen enten. Er is daaromtrent in Vlaanderen ontzettend veel overleg georganiseerd. Partners hebben elkaar gevonden, hebben gezocht naar een goede omschrijving van een eerste lijnzone in de regio. We hebben transitiecoaches ter ondersteuning aangeboden. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in heel wat aanvragen om als eerste lijnzone te kunnen worden erkend en ondersteund te kunnen worden. En vandaag mogen we zeggen dat heel wat van deze voorstellen eigenlijk op een goede manier kunnen worden gehonoreerd. En zullen wij ook als Vlaamse overheid deze projecten, deze ingediende voorstellen ondersteunen en voorzien van een aantal bijkomende ondersteuningsmogelijkheden. Het project in zo'n zone moet dan met die mogelijkheden eigenlijk geleidelijk aan verder worden uitgebouwd. De ondersteuning die wij als Vlaamse gemeenschap concreet aanbieden bestaat uit een aantal aspecten. We gaan de medewerkers van de LMN's en de CELS vormen en bijscholen vanuit de ervaring in de twee pilootzones. Die is opgedaan met alles wat te maken heeft met de governance, de doelstellingen, de manier waarop je in de zone met de toch wel heel wat diverse actoren aan de slag gaat. En deze medewerkers zullen dan ook uiteraard ter beschikking gesteld worden van de projecten die als pilootprojecten zijn weerhouden om inderdaad verder te verdiepen en die eerste lijnzone concreet gestalte te geven. En aan de andere kant zullen we onze transitiecoaches ter beschikking houden en zullen we uiteraard ook de weerhouden zones ondersteunen met beperkte werkingsmiddelen die ook kunnen gebruikt worden om de werking verder te concretiseren. En aan diegenen die nog niet weerhouden zijn, bieden we natuurlijk aan om zo snel mogelijk werk te maken en echt wel te komen tot een goed onderbouwd voorstel voor zo'n eerste lijnzone. Ook hier zijn transitiecoaches ter beschikking en we hopen natuurlijk dat dat kan gebeuren in een goed en snel tempo, waardoor onze ambitie om Vlaanderen gebiedsdekkend in te vullen in eerste lijnzones echt wel in de loop van de volgende maanden kan worden gerealiseerd.